Op zaterdag 16 april kosten bezitters van schilderijen en curiosa terecht voor advies en taxatie in de Biep in Eesde. De opkomst was groot. De vraag bij iedereen was: heb ik kunst, kitsch of klommel? Het is nog drie is het vriendjes. Ja. Is het op alle plaatsen, zwerf af. Hier is Ise de Loogdreur. Is het heel erg voor. Die heeft volgens mij een kleinkind erop geschreven of ze gaat. Of een dat nog niet wat klein wordt. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Met andere woorden, het zou, als het zo'n in perfecte conditie wordt, dan wordt dit een schilderij van rond de 1000 euro. Olieverf schilderijken. Op de achterkant wordt dus een olieverf door. Die is gaat ouder. Dus die lijntjes wat je hier ziet, dat betekent het aan. Sorry? 130 jaar oud is die. 130 jaar. Maar aan de voorkant krakeleden, zo'n klein schurkje in de verf. Ziet maar dat werf die het ouder wordt van een schilderij. Olieverf draag, ja, langzaam. Na 80 jaar is het pas draag. Oh. Dat is een schilderij gemaakt met een olieverf. Geen grote meester. Ik kan de naam niet lezen. Rechts onderschitten. Ja, ik zie hem staan, maar misschien kan je vertellen wat er staat. Dat geeft het? Nee. Ja, ik kan hem ook lezen. Ik kan het niet ontcijferen. Maar dat betekent dat er puur op kwaliteit beoordeeld wordt. En dan is er een grappig werk. Dit heeft een waarde van ongeveer 150 euro. Oké, dank u wel. Ja? We horen van juist dat het schilderij al 130 jaar oud is. Hoe kom je daar aan? Dat heb ik de vorige week op de rommelmarkt in Bemelen gekocht voor 10 euro. Dan heb je toch een keupje gedaan, denk ik? Ja, dat dacht ik ook. Want die mevrouw, die haar man was gestorven en die ging kleiner wonen, die zag nu maar met voor 10 euro. Ik ben niet blij terug te kwijt. Dus. Dat is al duidelijk. Nou, er zitten hier twee prachtige kunstwerken staan. Er zit daar een verhaal achter. Daar zit een verhaal achter. Dit heb ik georven van een tante van mij, die gestorven is. En dit heb ik georven van mijn ouders. En kunt je me ook vertellen wat het voorstelt? Dit is Sjaak Schreurs. Dat was een priester-dichter, wat ook de Passiespelen heeft gespeeld. En de Herdershond geschreven. En de Herdershond geschreven. En Sjaak Schreurs. En de Chef Adams is kennis van hun. En die heeft hem geschilderd. Want toen is hij gestorven. En dan worden die nagels van de vingers nog niet voltooid. Dus het is onvoltooid, dat schilderij. Kijk, ik sta achterom. Oh ja. Weet je hoe oud het schilderij is? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Dan zit ik hier. Dat is in ieder geval al zeker 74 jaar geleden. Dan zit ik hier wat hier in alle kunstwerken. Dat is niet een bekende kerk. Ja, de Sint-Servoort met de Sint-Jansstraat voor de toeren. En is ook bekend wie dat je schilderij heeft? Charlijk. Charlijk? Ja. Dat is een originele Charlijk? Ja. Nou, dan verwacht ik toch wel een leuke taxatie zo meteen. Ik weet niet of ik hier, want ik heb er geen idee van. Als schilderijen gerestaureerd worden en schoon gemaakt worden, wordt het 5000 euro waard. Nu is mijn tweede vraag, gaat je dat ook doen? Dat weet ik nog niet, dat doe ik nog, denk ik. Dan loop ik toch even terug naar de vrouw. Heb je ze ook eens in de boer hangen bij u? Ja, zeker. Ja, dus ze hebben al een vaste plaats. Ja, ze hebben een vaste plaats. Ja, met zo'n waarde van die schilderij is ook toch wel verzekerd uit. Ja, dat heeft hem niet. En de hele deel wordt 34 euro. Ja. 3400. Ik heb geen idee van kunst, maar kan je me daar even vertellen? Nou, we kunnen even vertellen wat we zelf weten. We weten dat het een Franse schilder is. Ja. Die heet in de oorlog gedrogeerd bij een militant van Noon. En er is een vriendje op door ontstaan. En zo zien die schilderijen eigenlijk mee terechtgekomen. En veel hebben ze georven. Nu heb ik begrepen, als ze de opgeknapt zien, dat zelfs ze ook moeten ophangen. Heb ze al een speciale plaats gevuurd? Nee, nog niet. Dan moeten we nog andere dingen weer over plaatsen. Dus we moeten even kijken.
Maar nou ja, goed. Nu stond ze op school en ving alles zo'n ei. Dus ja, misschien is dat wel een leuk plaats gekregen. Ja. Ik heb het je gehoord, Rommelmeijer geluk, Rokante geluk. Heeft het nog voor het licht emotionele waarde, of het zo zijn? Ik vind het heel erg schoon. Ja, ik vind dus is meer kopieën van de Pietà, de stad, Pietà van Michelangelo. Het origineel staat in de Sint-Pieter in Rome. Dat is een prachtig beeld, er staan eigenlijk de schoonste dingen die ik zelfs ken. En ik vind dat het is dan nagemaakt. En ik vind het heel erg schoon allemaal. Wat heeft de taxateursjes verteld u van dit beertje? Het zou marmer zien, grote marmer. Sommige dingen zien niet gans veel afgewerkt, die tussen de vingers. Tussen de en ze zijn echt niet precies gedaan worden, waarvoor het open geweest zeg maar. En was het aan een vas. Ja, op sommige plaatsen zien ze dat het dan klaar. Misschien is het niet van gans superieure kunstenaarskwaliteit is. Maar dan het is dus zeggen we van bruin niet weg. Okay. Ze hebben niet het geldbedrag genoemd wat nee, het voor nee, nee, dus nee? Nee, dat is niet. Heren, we hebben het juist allemaal achter de rug en het is druk geweest. Wat we verwacht hadden ervan. Maar verwijten van tevoren nooit wat we verwachten, moeten bij zijn taxatie. Maar dit wordt een jaarlijke taxatie met een paar jaarlijks zware werken die binnenkomen. Mm-hmm. Frank, had je ook topstukje gezien dat ze zei, noemde je dat wel een moeite waard voor hier naar Eerst al af te komen? Nou, over het algemeen zien ze die heel snel. En inderdaad, achter een rie, zo vertorrel in een eikstoon en een zo Adams. Dus dat zijn voor ons dan toch de krant uit de pap en heel chic voor te met te maken. En het allerleukste is dus gewoon dat jullie een eigen verhaal dan hebben. En ze gaat zijn schilderij vanzelf leven. En dat is gewoon het leuke eraan. Vrouw, het is over de schilderijen van eiken wat we gezien hebben. Die, in welke staat verkeerde deze? De verkeerde eiken, een vrij goede staat. Dan moest je het zuiver gemaakt en is goed gevernis horen. Maar wie er, en een nieuw lezen. Maar wie er wordt het een heel schoon werk in een goede staat. Mm-hmm. En daar zo Adams wat binnenkomt trouwens ook. Dat wordt nog beter zelfs. Dan hoef je zelfs niet zuiver gemaakt. We hebben het niet alleen vandaag getaxeerd van de kunstwerken wat we gezien hebben, maar je hebt ook advies gegeven van de lui. Zou Stig een voorbeeld kunnen geven van een advies wat ze hebben kunnen geven? Nou, we hebben net nog een Louis van Engelen gezien. En nou, dan zit ze nog de schilderij, een prachtig schilderij, op een houten, oude houten lies. En dan denkt ze, ja, dat ding is het meer weer. Nou, we zijn gespecialiseerd in Limburgse kunst. Er zijn ondertussen 300.000, 400.000 professionele kunstenaars vanaf 1600 tot heden. Nou goed, en dan gaat ze het zoeken op internet en dan gaat ze toch zeggen, voor dat veer te veel stomme kaal doet, of voor een plaat te zeggen, adviseren, ga ik naar die kunsthandelaar. En dan komt ze toch geld die ook in het noorden van het land doet. En daar zit ook geld voor expertise. Als er nu nog lui zien die vandaag niet aanwezig hebben kunnen zien, hoe zouden ze bij u dan kunnen vinden? En hoe zit je gevestigd, laat ik zo zeggen? We zitten in Valkenberg, Reinhardstraat nummer 39, Marx en Marx, Limburgse kunst. Op internet gewoon te vinden, zo'n website, Marx en Marx, met een X. Hè. We zijn elke vrijdag, zaterdag en zondag van eind tot vijf geopend op de locatie.